Ja jongens, goedemorgen vanuit Frankrijk. Ik ben op weg naar het volgende toernooi, Open der Bretagne. Maar eerst nog eventjes de aankondiging van de winnaars van de giveaway natuurlijk. Van harte gefeliciteerd Jurre van der Spek en Eveline van Ewijk. Stuur even een mailtje naar manager@daanhuizing.com en dan gaan we het even in orde maken. Iedereen bedankt voor de leuke reacties en de mooie golfverhalen. Ik vond het erg leuk om te lezen allemaal. En dan nu op naar de vlog van de Challenge de España. Jongens, hello en welkom terug op de channel. Leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag dinsdag. Round 1 Challenge de España hebben we er alweer op zitten. Een lekkere min 6 gevlamd. Beginnen met een bogey op hol 10. Maar daarna gewoon goed herstellen. Rustig blijven en goed bij het proces blijven. Ja, en dat is uiteindelijk wel weer waar het op neerkomt. Mentaal goed zijn en dan komt de rest vanzelf wel. Op 18 een belangrijke put gehold voor par. En sindsdien alleen maar momentum. Ja, ride it like a wave. Ride it like a Harley. Maar dat was wel een en al momentum de goede kant op. Dus dat was top. Mooi in positie. En nu even een middagje nog om te chillen. En ja, dat is gewoon top. Misschien even naar het strand. Of het zwembad. Ja, zwembadje, strandje. Klein slaapje doen. En wat we ook even gaan doen deze week, is dat we het een klein beetje anders gaan doen. We gaan iets minder golf laten zien, maar we gaan iets meer achtergrond laten zien. En in dit geval gaat Tim jullie in de diepte het caddyboekje laten zien. Want zeker. Ja, dat wordt speciaal voor deze toernooi wordt dat gemaakt. En in de vorige vlog heb je al een beetje kunnen zien een paar afbeeldingen in de zijkant van het beeld. Dus het leek ons wel een goed moment om daar eens wat meer over te vertellen. Dus stay tuned en vergeet natuurlijk niet op die subscribe knop te drukken. Dankjewel! Maat, gaat het goed? Ja, jongen. Warm-up time. Ready for round 2. Oké jongens, dag 2 zit erop. Het was een vermoeiende dag. Bogies op 1 en 3. Geen birdie op 2. Dus fuck. Slechte start. Daarna wel goed. Teruggevochten. Maar ja, er zat te veel prut tussen vandaag. Dus een dag om te vergeten. Helaas wat trein verloren in het klassement. Maar nog steeds maar op 3 slagen van de leiding. Dus alles is nog mogelijk. Het veld zat heel dicht bij elkaar. Dus als ik het gewoon een beetje kan oppoetsen. Nog 2 rondjes te gaan. Dan komt het gewoon goed. En dan gaan we ervoor. Even een shout-out naar mijn roommate Robbie. Birdie op de laatste om de kut te halen. Niet gek. That's the way we like it. En gas er op dit weekend, maat. Thanks, jongen. Let's go. Wij kijken nog eventjes naar Italië, Zwitserland. En dan gaan we zo lekker slapen en morgen weer voor goud. Final evening. Alles ingepakt, klaar om terug te gaan. En we hadden natuurlijk nog even beloofd een uitleg, kleine uitleg, van het baanboekje. Ja. Tim, take it away, mate. Alright, hier gaan we dan. Ik kijk mee over je schouder. Oké. Okay. Nou, dit is dus het baanboekje. Beginnen bij het begin. Hier heb je de T-box. Van geel slaan we normaal af. Het komt af en toe voor dat er een 10 naar voren staat en dan staat er een mooie stip op die T-box met hoeveel het minder speelt. Heel belangrijk, waar komt de wind vandaan? En normaal gesproken spelen we altijd van geel en dan speel je dus een paar meter ervoor, min 5 meestal. En dan neem ik je mee naar de fairway. Deze blauwe nummers, dat zijn de afstanden van de gele stip naar blauw. Naar die blauwe nummers, naar die andere stippen. Ja, dus de distance vanaf de tee, zeg maar. Ja. En de blauwe nummers laten ook zien hoe ver het is over elke bunker.
en hoe ver het is naar de volgende bunker. En in onze oefenronde kiezen wij waar wij willen liggen. En ik zet er ook altijd bij dat we daar dus een driver naartoe willen slaan. Ja. En vanuit daar, zoals hier bij de rode stip, deze zwarte nummers die geven aan hoe ver het is naar de voorkant van de green. Naar de T. En vanaf rood is het dus 144 meter naar de voorkant. Dat speelt nog 4 downhill. Dus dat speelt dus maar 140. En dan krijgen wij elke avond een pinsheet doorgestuurd. Dat is deze. Ja. En hier wordt in paces aangegeven hoeveel het van de voorkant is. Dus wij spelen meters, dus wij halen er nog 10% van af. Dus hol 1 morgen is 12 meter en 4 van rechts. En dat noteren wij. En dan vullen wij dat in op de green. Dus 12 meter, 4 van rechts. En zoals je kan zien, hier is de green. Elk vakje is 5 meter. Dus 5 meter, ietsje meer. 12, 4 van rechts. Daar is de final pin morgen op hol 1. 4 van rechts, 12 ervoor. En zo te zien nog een meter of 3 erachter. Kijk nog een beetje waar de sloopjes zitten. Waar we willen landen. En idealiter landen wij morgen daar zo. Ja. Nou, zo is dus elke hole echt heel duidelijk aangegeven. Dit is ook wel het beste boekje, moet ik zeggen. Zeker. We hebben ook een boekje op de European Tour. Ja. De hele baan is op 1 pagina weergegeven. En de andere pagina is gewoon blanco. En je zoekt maar lekker zelf uit wat je ermee doet. Wat wij heel vervelend vinden. Je hebt in dit boekje geeft hij aan hoe breed de fairways zijn. Dat mogen we op de European Tour zelf uitstappen. Ja. De T-lines worden veel beter aangegeven. Zoals op een hole 3. Dat je heel duidelijk kan zien, oké, rood, dat is waar de driver komt. Hier zo. En daar is het midden. Dus dan kan je weer op de foto heel mooi zien. Waar is het midden? Waar wil je naartoe slaan? En vooral de... Ja, deze foto, die wordt dus door degene die het boekje gemaakt... die foto wordt genomen vanaf die gele stip, zeg maar. Ja. Dus dat er een visual ontstaat. En daar heeft hij die punten zoals A, B en de 1 en de 2. Die komen dan weer terug. De 1 is de carry 227. De 2 is de carry 251. En die A is de run-out. En de B is de run-out daar. En die komen dan weer terug op die foto. Zodat je dus precies kan zien van... Hey, welke boom is welke carry of run-out. Enzovoort, enzovoort. Klopt. Nou, dan zou ik jullie nog 1 keer even snel naar een mooie part 3 meenemen. Dat we kunnen zien hoe ver het is morgen. De pinsheet staat 18-4 rechts. Welke hole is dit? Hole 9. Oh ja, hole 9. Onze favoriete hole deze week. Daar gaan we morgen voor de eerste keer de green raken, hopelijk. Ja, 7 toernooirondes gespeeld. 7 keer de green gemist. 1 over, het valt mee. Ja, 6 keer per naam. Daar komt die pin. Weer een mooi onder die hole liggen. Je kan zien met die rode lijntjes dat het allemaal naar beneden sloopt. Dus als je eronder ligt, heb je een uphill put. Ja. En ik neem aan dat we morgen weer van de back tee spelen. Dus dat is 178 plus 1, 179. Nou, we zullen die misschien 3 meter minder hebben. Dus dat is 176 voorkant. Ja, want waar ze de T-markers dan neerzetten, dat stap je af vanaf die stip. Ja. En dan weet je dus precies de afstand naar de voorkant. De voorkant wordt aangegeven met die T. En dan de pinpositie wordt vanaf die T uitgestapt naar daar. Ja. Dus zullen we misschien hetzelfde als gisteren hebben. Ongeveer, vandaag hebben. Dus dan zal die morgen rond de...
1-8-8 spelen. Nou, met hetzelfde windje. Wordt dat een ijzer 5 of een ijzer 6? Ja, dus de wind is meestal zuidwest hier. Beetje wind mee. 180 shot. Ijzertje 5 standard. Sounds good. Maar ja, en wat we dus ook doen. En hier is het allemaal vrij eenvoudig. He, we kennen nu de baan helemaal op ons duimpje. We hebben hem al 7 keer gespeeld. Ja, we weten precies waar de wind vandaan komt. Het is sowieso een eenvoudige baan. De wind die is ook elke dag hetzelfde. Maar wat ik in Ierland vertel is dat je dus op de tee gaat staan en echt de wind gaat visualiseren. Van wat als hier een hele andere windrichting staat, weet je wel. En dat is wat we dus de avond ervoor ook doen. Ja. Vooral op die par 4'en waar het lastig is vanaf de tee. Dat je dus heel goed kijkt met die windroos van hey, wat is de forecast? Waar gaat die wind vandaan komen? Wat is dan de afstand waar je hem wil slaan? Ja, wat voor club gaat dat toe leiden? Dat we dus het hele gameplan op die manier met de pinpositie en het kompas al kunnen doornemen. En dat scheelt dan weer denkwerk op de tee. Want uiteindelijk als je helemaal bezig bent in de baan, ja, dan loopt de klok, zeg maar. Ja, 40 seconden om een decision te maken en je routine te doen en die bal te slaan. Ja, dus alles wat je dan minder hoeft na te denken en wat je op voorhand al hebt besproken. Ja, dat is natuurlijk weer allemaal tijdwinst en uiteindelijk dus rust in je kop. Ja. Nou ja, mochten jullie nog vragen hebben over het baanboekje, over het caddyen, gooi wat neer in de comments. Ik reageer graag. Voor alle comments verloten we dit baanboekje. Klinkt goed. Een like en een comment voor een kans op dit baanboekje. Dan doe ik er nog een mooi covertje bij. En dan gewoon even een klein inkijkje voor de kijkers. Sounds good. Alrighty, let's go man. Dankjewel Tim.